Koen, hoe was 2019 voor jou? 2019 was top, omdat we keihard gewerkt hebben aan die nieuwe cd voor Clouseau. En dat is goed gelukt, is goed uitgekomen, goed onthaald, ontvangen. En ook dingen op televisie waren heel tof om te doen, weet je wel. Overwinnaars was zalig, The Voice was weer zalig, De Nieuwe heeft gewonnen, Wat een Jaar was leuk, Belgium's Got Talent was leuk, alleen noem maar op. Thuis zit ik met tieners die opgroeien, zeer, zeer interessant. Was een leuk, boeiend jaar op alle gebieden eigenlijk. Wat gaat 2020 brengen voor jou? In 2020 gaan we natuurlijk volmondig op tournee met Clouseau. Dus dat zijn voor mij allemaal dagen met stip aangeduid in mijn agenda, want daar kijk ik heel erg naar uit. Voor de rest veel leuke televisie maken, hopelijk. En hopelijk ook nog genoeg tijd overhouden om thuis mijn vrouw en mijn kinderen gelukkig te zien. Staat er ook een totaal nieuw tv-programma op stapel? Er staat, even nadenken, nee, geen totaal nieuw tv-programma op stapel. We zijn wel bezig met een aantal dingen, maar ik denk niet dat dat in 2020 al gaat op antenne geraken. Spannend. Ja, zelfs ik vind het spannend. En ik doe het nu toch al lang, hè, dus nee, het blijft spannend. Zo'n nieuw programma opstarten vraagt gewoon veel tijd. Zeg, muziek volgende zomer ook, denk ik, dan festivals? Ja, we gaan in maart beginnen aan onze tournee. Allemaal leuke zalen in Vlaanderen en Nederland. En dan hopelijk super toffe festivals in de zomer. Enfin, hopelijk, ik weet er al een aantal. Dus in de zomer zeker. En dan de naweeën van de zomer ook nog meepikken. Nee, ik denk dat we gewoon van maart tot oktober of zo toeren. Dus een Sportpaleis is nog niet voor 2020? Ah nee, Sportpaleis, dat staat niet op de agenda. Ik zie dat de volgende jaren eigenlijk nog niet gebeuren. Nee. En de feestdagen? Wordt er stevig gefeest in de familie Wouters? De feestdagen worden goed gevierd. In die zin dat de Wouterskant verzameld met alle kinderen, kleinkinderen in een groot, mega groot huis. Want we zijn met heel veel. Dus dat is een drukte van je welste. Met heel veel cadeautjes en quizzen en wandelingen en het wordt goed gevierd. En de andere kant? De andere kant gaat mee met de Wouterskant. Nog één ding. Wat mogen we jou wensen voor volgend jaar? Gezondheid mag je me wensen. Ik denk dat daar alles bij begint. Als je goede gezondheid hebt, dan kun je aan de slag voor van alles anders. Als dat wegvalt, iedereen die niet gezond is, weet dat, dan moet je zoveel dromen hebben, maar je moet eerst dat opgelost krijgen. Dus een goede gezondheid, dat is ook wat ik iedereen anders toewens.